Het zal je maar overkomen. Je bent een Marokkaan, gevangen in het lichaam van een homofiele Nederlandse man. Dit is het verhaal van Jochem, of zoals zijn nieuwe naam luidt, Jochmet. Jochmet, goedenavond. Wanneer kwam je erachter dat je eigenlijk een Marokkaan bent, of dat je een Marokkaan voelt? Ik was zo een jaar of 12, weet je, gewoon puberteit. En ik jatte per ongeluk een jas met zo'n bondkraag uit een winkel. En het voelde gewoon als thuiskomen. Alsof ik mezelf vond in die winkel. Ik ging veel meer daarover nadenken, gewoon, weet je. Ik begon meer te stelen. Ik ontwikkelde een accentje erbij. En toen was de hek was gewoon echt van het dammetje. Eerst wist ik gewoon niet wat er precies aan de hand was. Maar gewoon een tijdje, gewoon een paar jaar wist ik het. Ik ben een Marokkaan. Hoe heb je zo goed Marokkaans leren praten? Ja, het gaat eigenlijk gewoon supernatural. Het is puur natuur. Vanzelf ging dat. Heb je je laten opereren? Nee, gast, alles zit er nog. Alles zit er nog, oké. Wat ik me meteen afvraag, hoe reageren je ouders als je vertelt, ik ben Marokkaan? Ja, wel geschokt. Verder? Tand toe geschokt, man. Maar gewoon mijn moeder bijvoorbeeld, zij was wel, zij had gewoon zo'n vermoeden dat ik wel een Marokkaan ben. Ja, weet je, gewoon moeders die voelen dat. Mijn vader, zo, hij had er best wel moeite mee in het begin, hij vond het gewoon wel moeilijk. Omdat, ja, zeker ook voor die toekomst, weet je, ook gewoon het vinden van een baan, alles. Dat is gewoon best wel lastig. Dus, maar ze willen ook gewoon dat ik gelukkig ben en dat ik, ja, nu zijn ze wel oké. Wat is geluk dan voor jou? Ik veel. Armani, Kip, Nicholson, glimmende schoentjes, energy drink, scootertje, weet je. Gewoon, hij heeft het geen te doen als je dan gewoon maar tegenaan kan leunen. Dus, is prima. Gewoon, weet je, gewoon mooie glanzende haartjes en lekkere make-upje erbij. Laten we even naar onze internetdeskundige gaan. Wat heb je voor ons? Je ziet er leuk uit trouwens. Dankjewel. Oké, Erik uit Zeist vraagt het volgende via de Twittert. Hoi, Jochmet. Ten eerste, I like your style. Ten tweede, ik vraag me altijd af wat jullie mokro's in die nektasjes verbergen. Leuke vraag. Nou, het is gewoon, weet je, gewoon wat spulletjes. Wat zit erin? Ja, gewoon mijn pinpas, verschillende smaken kauwgom, verborgen agenda, lipgloss, een mes, gewoon die dingen. Ja. Een mes? Waar heb je een mes voor nodig? Ja, om envelopjes mee open te maken, boterhammetjes smeren, gewoon die dingen. Ja, mag ik heel even een vraag stellen? Hoe ruim jij eigenlijk je homoseksualiteit met je nieuwe identiteit? Hoe doe je dat? Ja, nou ja, gewoon, weet je, je kan het gewoon doen. Als je maar gewoon ontkent. Gewoon, kan niks zeggen. Jochmet, we hebben een klein portret van jou gemaakt. Laten we, voordat we verder praten, even gaan kijken. Hey, is je uitkering al binnen? Hoezo geen geld overmaken? Want je weet wat ik kan gaan doen, hè? Kom maar, schat. Hey, ik moet ophangen nu. Oké, doei, man. Doei, liefie. Dat is goed, hè? Ja, kus.